Yo mensen, vandaag gelukkig Skimmers Day. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. Ik speel vandaag Rust. Mijn computer is niet op zijn best. Dus hier en daar zal ik een spike lag krijgen. Maar ik hoop dat jullie er nog van gaan genieten. Hij staat ook op zijn laagst. Ik hoop niet dat het voor jullie een probleem is. Ik ga eerst gewoon even... wacht, ik typte het wel goed. Ik ga eerst gewoon voor jullie even lekker spelen. En ik kijk wel wat er uit gaat komen. Zet maar in de comments of jullie het leuk vinden. Of jullie er meer van willen. En dan zal ik even kijken wat ik ermee ga doen. Dus ondertussen zitten we in dit huis en we zitten op hangar. En ik zeg het lekker expres omdat het gewoon chill is om andere mensen, ja, gewoon andere mensen doen een smol te knallen. Dit is een battlefield server en dat houdt in dat je gewoon, dat het de bedoeling is om elkaar voor een schootje te knallen. En dan loopt bijvoorbeeld een beer, maar daar hebben we nou even niks aan. Dus ik zal vragen of ze hangar gaan. En dan zal ik even mijn setup van mijn guns even goed zetten, want dat doe ik meestal altijd. Zo. Word ik nou schot? Vind ik niet cool. Oké, eigenlijk wel, want dan kan ik hem doodschieten. Maar dat soort rare getik wat je hoort, dat is radiation. Als je daar boven 500 zit, ga je dood. Nou, dan ga je niet dood, maar dan word je git. En als je uiteindelijk leg je natuurlijk wel het loodje. Dat is niet echt de bedoeling van deze game. Op Battlefield is het gewoon zo, je moet proberen te winnen. Maar ik snap het niet, want hier waren eerst miljarden slaapzakjes. Die hebben ze waarschijnlijk weggehaald. En op slaapzakjes kan je respawnen, dat is ons mooie huis. En ja, daar heb ik al aardig wat mensjes geheadshot. Ik ben niet de proste in dit, maar... Oh, bijvoorbeeld dat was Spike Lag. Maar ik hoop dat jullie alsnog wel... Oké, Spike Lag. Ik hoop dat jullie wel gaan accepteren dat het zo is. En hopelijk vinden jullie het nog leuk ook. Dat zou voor mij heel mooi uitpakken. En, even kijken. Ja, ik dacht dat ik... Nou, die cheater elite heb al 2 ban entries. Dat houdt dus in dat als je nog eentje erbij krijgt, dan is het klaar met die man. Maar zoals je... Ik weet niet of jullie er veel last van hebben. Ik toevallig in ieder geval niet. Ik heb niet echt veel last van het feit dat, ja, dat ik lage FPS speel. Ik heb nu namelijk 25 FPS. En dat is voor mij goed genoeg. Deze kunnen we wel gebruiken voor bars. En waarschijnlijk horen mensen mij nu... Oh, horen mensen mij nu door de map schieten. Oh ja, fuck. Je had natuurlijk meer kogels nodig voor zo'n kutbeer. Nou ligt hij in zijn graf. Zo. Zijn spulletjes ook even lekker te pakken. En we gaan op de volgende beer dood maken. Soms lijkt het ook alsof ik plek, maar dan is de surf van de surface niet... Oh. Ik schrok met een ongeluk. Is hij dood? Kijk, dat bedoel ik. Dit ligt niet aan mij. Dit is gewoon de server. Is hij dood? Sterf. Oké, zie je. Wauw, dit kan ik wel gebruiken voor als ik in een oorlog zit. Deze kan ik ook wel gebruiken. Ik ga even richting home. Om mijn... ja, om de window bars... Even van die bars erin te zetten. Zodat ze niet zomaar het huis in kunnen. Metal. Oh, heb ik een workbench voor nodig. Oh, die shit. Dat is eigenlijk nog best duur. Oh, wacht. Kan ik niet TP'en? Wauw, dat is eigenlijk best verhaald. Maar ik hoop nou niet dat ik voor mijn baklap word geschoten. Want ik heb die metal spullen wel nodig. Dat zijn aardig wat beestjes. Kan ik nu al? Oh, over 79 seconden pas. Maar dat maakt niet uit, want dan gaan wij ons vermaken door even te rushen door de map heen. En hopen dat we niet iemand tegenkomen die ons wil vermoorden. En even mijn sniper reloaden. Want sniper is eigenlijk het beste wapen waarmee ik om kan gaan. En ik weet niet hoezo, maar ik schiet er wel lekker mee. En hij heeft 250 meter range. Dat houdt in dat ik vanaf hooguit 250 meter afstand iemand kan door zijn baklap kan schieten. En... Oh, dit is een mooie metal base. Nou, wat je mooi vindt eigenlijk. En we nakken die wolf gewoon voor de lol. Boink. In zijn poepgat. En op het hooi.
Oh nee, wacht. In deze server breek je niet je benen. Maar als ik normaal van die afstand had gesprongen, had ik wel mijn benen gebroken. Over 19 seconden pas. Nou, dan pak ik ook weer even mijn mooie M4 erbij. Airdrop. Als het goed is, komt hij ergens vandaan. Ja, zo. Yo. Om 1. Oké, okay, voor 10 seconden word ik geteleport. Oké, ik ben thuis. Oh, krijg ik het dan maar serieus 1? Oh, dat meen je niet. Zo. Oh my god. Wauw, dit is echt helemaal niemand. Maar goed, ik laat het hier even bij, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En de volgende keer komt er wel een langere aflevering. Maar er is al een tijdje niet op dagelijkse Games AD geüpload. Dus ik denk, dan doe ik dit maar even. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien. Ciao.